Zo komen wij aan bij het volgende level, de Golden Ridge. Wij gaan de klim weer inzetten. Jumping away from walls doesn't consume stamina. Oké. Oké, ik dacht dat ik kon extra force jumpen op zo'n ding, maar dat kan niet. Grijpen en klimmen. Wat is dit? Het lijkt wel een geest. Hey. Oké, het is een rare bol systeem. Die ik inderdaad kan pakken, jieten en... Oh. Dat is de bedoeling, ja. Ga in bol, jiet en dan jiet. Ja, in bol, jiet en dan jiet. Hier is een vogeltje. Die vogel is mijn vriend, hè. Het ziet er koud uit. Is het een opa? Oh, die oma, helemaal uit het begin, ja. We hebben Mr. Oshiro ontmoet, ja. De vrouw lacht ons weer uit. Wat een rare vrouw. Wij gaan het niet opgeven, oma. Mind the wind. Oh ja. Krijgen we nog een windmechanic. Een roze wolk die laat je wel lanceren. Oeh. Zo. Hier is weer de wind, beken ik. Gevaarlijk. Ja, oké, je maakt één fout en ligt beneden. De windmechanic is gevaarlijk. Ik spring mis. De windmechanic is gevaarlijk. Hoppakee. En door. We hebben wind mee in deze mechanic. En nu. Zo, deurtje open.
Ziet eruit alsof er iets is. Zie je? Er is er ook. Een ramsteen was het. Die wolk geeft mee als ik spring op het moment. Ja, de wolk geeft mee als ik op spring druk op het moment van impact. Dit is even precisiewerk hier. Precisiewerk met tegenwind. Oh, dit maakt het nog wat gevaarlijker ook. Huh? Ik lijk niet de energie te hebben om dit helemaal te beklimmen. Zie je dat? Hij valt. Ik heb niet de energie om dit helemaal te beklimmen. Oh, ik kan wel dit doen. Oké. Wat is dit? Oh ja, dan spring ik in die stekels. Dat lijkt me niet verstandig. Dit ding brengt mij naar boven. Wat is dit? Een uitkijkpunt. Hier moet ik even de looproute voor vinden. Ja. Nee, daar kom ik nooit op vanaf deze kant. En als het alleen maar voor zo'n bonus ding is, dan boeit mij dat niet. Ik druk verkeerde knop, dan val ik weer. Die. Dit is goed. Oké. Hoe ziet hij dit voor zich? Zie, want dit kan helemaal niet wat ik hier nou doe. Spring mis. Ik spring twee keer op dezelfde manier mis. Dit werkt ook niet. Nee, ik moet dit anders doen. Wat ik moet doen is inderdaad hier overheen springen. En dan daar gelijk grijpen aan die kant en maar weer op het blok laten vallen. Dat is wat ik moet doen. Zo. Maar dan omhoog en niet naar voren. Zie je dat? Dat is moeilijk. Kijk, als ik dat muurtje raak, dan is het al mis. Dus ik moet dat muurtje al niet raken. Oeh. Ik zie wat ik moet doen, maar het lukt me niet. Ja, dat krijg je natuurlijk met zo'n spel waar alles pixel perfect moet zijn.
Ja, als ik schuin spring, dan gaat het al mis. Dit is goed. Recht omhoog. En dan moet ik grijpen aan dat blok. Zie je dat? Ja, maar nu zit ik daar al aan vast. Dan is het al mis. Dan is het al mis. Zie je? Dan pak ik hem daar vast. Dan is het meteen mis. Ik moet voor dat ding langs springen. Ja, maar dan kom ik weer niet ver genoeg. Dan kom ik weer niet ver genoeg. Oh, precisie springen, jongens. Nee, ik raak weer het randje. Als je het randje raakt, is het meteen mis. Onderlangs. Nee, weer mis. Weer mis. Onderlangs. Omhoog. Nee, spring tegen de onderkant. Dat zeg ik. Ik weet wat ik moet doen. Maar de precisie ontbreekt. De precisie ontbreekt. Zie je? Ik weet wat ik moet doen. Maar de precisie ontbreekt volledig. Waardoor ik dit niet voor elkaar krijg. En ik kan ook niet meer terug. Ik moet dit nu doen. Ja, ja. Yes. Oh, en het was alleen voor zo'n cash. Lekker, het was alleen voor zo'n domme cash. Hoe ga ik daar nou komen? En ik heb hier gekeken. Dan zie ik, daar moet ik heen. En daar is alleen maar zo'n ding. Daar moet ik heen. Dus dat moet vanaf deze kant. Maar dan kom ik niet hoog genoeg. Zie je dat? Kom ik niet hoog genoeg. Wat is hier dan nog? Hier kan ik niet heen vanaf deze kant. Nee. En hier links. Daar kom ik net vandaan. Moet daarheen. Ook alleen voor zo'n ding. Ah, lekker hoor. Spring er middenin. Zal ik toch... Is weer fout. Een weg moeten vinden om daarboven te komen. Hier zo. Maar hoe dan? Hoe ga ik daar komen? Hoe ga ik daar komen? Dit is inderdaad ook een ding waar ik niet zomaar kan komen.
kan helemaal niet. Oh, ik kan ook sturen met deze dingen. Ah. Ik kan ook sturen met die dingen. Dan wordt het een ander verhaal. Dan kan ik dit blok misschien ook naar links sturen. Ja. Ja, sturen. Dat is de truc. Sturen. Even kijken. Kijk, sturen en tactieken gebruiken. En misvallen. Met perfecte precisie krijg ik extra vaart. Het perfecte precisie. Ja, en nu? Moet met de hele ding naar rechts blijven gaan. Ah. Wat een precisie. Jongen, jongen. Lekker dit hoor. Oh. Sturen, sturen, sturen. Oh ja, maar dit is het wel. Dit is het wel. Omhoog, omhoog. Aan de zijkant hangen. En hier zeggen jeet. Dan kan ik omhoog. Wat een systeem dit, hè. Oh. Precisie. Dat red ik wel. We hebben weer wind de andere kant op. Oh, dit moet ook in één keer goed gaan. Lekker hoor. Oh, dit moet in één keer goed gaan. Dit zijn de uitdagingen, joh. Dit zijn de uitdagingen. Oh, lekker, 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 lekker. Dit zijn de uitdagingen.
Dat moet in één keer goed gaan. Perfectie. Perfectie die ontbreekt. Kan ik hier niet onderlangs? Nee, ik kom er niet over. Ik moet bovenlangs en het moet perfect. Yeet, yeet. Spring, yeet. Pak super turbo, pak sprong en hier. Oh, het moet perfect. Er is geen ruimte voor ook maar de kleinste fouten. Die ik hier wel maak. Nu ook weer wind tegen. Dat red ik niet, ik moet omhoog. Ook hier, het moet perfect. Een kleine fout is al te veel van het goede. Dat kan niet. Dat kan niet. Dit kan wel. Dan kan dit. Dan kan dit. Dan kan dit. Ja, dat is alleen een kers. Die boeien me niet. De kers is ook een aardbei. Ja, dat is een sleutelding. Oh. Oh, en dan heb ik geen jump meer. Oké. Dat red ik niet. Dat red ik misschien wel. Als ik die jump bewaar. Dan moet ik inderdaad zeggen. Ik moet daar ook niet geplet worden. Dat moet perfect zijn weer. Ja, en dan kan ik omhoog. Deze kan ik besturen. Hier ook. Oké. Het gaat allemaal heel snel. Naar beneden sturen. Dan kan ik hier op. Dan kan ik hier op. Oh, dat is een prikkel. Dat is dom. Dit is goed. Naar beneden sturen. Dan kan ik hier op. Dan spring ik mis. En het ging bij de eerste keer dan weer wel goed. En dan ben ik hier. En dan kan ik hier komen, maar hoe ga ik dan weer verder, is dan de vraag. Oh, ja. Eerst deze steen eruit en dan dit blok pakken. Dan kan ik er langs. Dan kan ik ook zeggen, neem deze mee. Ja, dat is het, dat is het. Eerst die eruit. Dan deze meenemen. En dan inderdaad dit parcoursje even doorlopen. En dan ben ik alweer te laat. Nee. Fout.
eerst die steen. Dan het blok. Meenemen naar beneden. Blijven gaan. Zelf gaan, zelf gaan. Voorsprong pakken, meenemen. Hierop. En dan omhoog klimmen. Ja, dit is hem, dit is hem. Nee, dit ging in één keer goed toevallig. Gaat ook goed. Checkpoint. Tegenwind. Nog hardere tegenwind. Oh ja. Oh ja. Tegenwind op tegenwind op tegenwind. En je moet dan ook in één keer goed. En je moet ook nog. Ah. Oei, joh. Ja, dit moet in één keer goed en dan moet ik ook op dat ding weer landen. Landen, laten vallen, landen, giet. Ja. Wat is dit erin? Ik word verschoten. Oh, als ik in mijn bek word geschoten, ben ik ook meteen dood. Oh. Elke fout wordt genadeloos afgestraft. Genadeloos. Genadeloos. Inderdaad, elke fout is echt gelijk, je bent gelijk de Sjaak. Ik heb daar bij die volgende toch echt ook zo'n bal nodig, denk ik, om verder te komen. Wat een systeem, jongens, met de tegenwind. Oh.
Wat een systeem. Oh, dan krijg ik hem daar op mijn bek. Ik red het niet eens, joh. Ik red het niet eens. Ik heb zo'n dat extra blok nodig. Ik moet op zo'n kogel uitkomen. Hier met deze jump. Ja, en dan... Oh, en dan kan het. En dan kan het. Ja, ik moet op zo'n kogel uitkomen. En dat moet precies uitkomen ook nog. Half werk wordt niet geaccepteerd. Half werk wordt niet geaccepteerd. Het moet perfect. Wat een game, hoor. Oh, en dan heb ik hem en dan laat ik hem zelf los. Dan heb ik hem en laat ik hem zelf los. Nee, nee, nee. Ik heb die bal nodig. Dan heb ik hem en laat ik hem zelf los. Wat een chappie. Nee, nee, nee. Ik stuur verkeerd. Lekker hoor. Dus ik wilde uitgedaagd worden in een game. Ik heb waar ik om gevraagd heb, hoor. Oh, dan krijg ik die bal recht in mijn bek. Een windmechanic. Kijk eens verzonnen, joh. Een windmechanic. Oh, joh. Nee, we moeten eerst weer omhoog. Goh. Nee, dit moet allemaal weer pretty. Ja, ik ben. En is hier nog meer wind. Goh, kijk eens een gaai, jongen. Ik red het niet eens. Jeet, jeet, jeet. En door, en jeet. En door, en jeet. En moet perfect. Nee, wat doe ik? Wat doe ik? Ik ga recht in dat ding. Ik ga recht in dat ding. Jeet, jeet, jeet. Het moet perfect. Je ziet het. Je bent 1 mm te kort. Is al niet goed. 1 mm te kort is al niet goed. Klimmen en door. Ja. Oh, de wind stopt ook. Wow.
Oh. Oh, ja, we zijn. Een kabelbaan. Doe eens, wait up. Daar hij weer. Hij is er weer. Deel dit, ja, hij wel. Steo. Kom bij Theo, ga naar boven. Let's do it. Nou, inderdaad. Denk je dat het veilig is? Shiro is een rare man. Ja, we zitten helemaal in de wolken, jongen. Hij wil een selfie maken. Oh, daar is die geest weer. Is niet goed. Oh, die hele hendel eraf. Oh, wat gebeurt hier nou weer, hoor? Claustrofobie, denk ik. We hebben een paniekaanval. Picture a feather floating in front of you. Ja, ik zie. Langzaam blijven halen. Oh, met X gaat hij omhoog als ik op X druk. Hou het veertje in het framepje. Dan worden we rustig. Hou het veertje in het framepje, dan worden we rustig. Ja, het wordt langzaam donker. We houden het veertje in het framepje. Dan worden we rustig. Theo leert mij een belangrijke les. Rustig blijven. En we gaan weer door. Hup, snel de bed. Dankjewel, Theo. Gaat er zitten appen. Goeie foto. Goeie foto. En daarmee eindigt ons avontuur in chapter 4. Wat betekent dat wij in de volgende video weer door kunnen naar de volgende chapter. Dus we gaan jullie hier weer bedanken voor het kijken. En dan zien we jullie graag de volgende keer. Joejoe!